Ja, de Aruba Ports Authority is een van de eerste overheids-NV's die op Aruba werd gericht. En het is al 30 jaar geleden dat we zijn begonnen met de NV. Vroeger als haven- en loodsdienst van het eiland, als een overheidsdienst. En wat wij doen is, we hebben twee commerciële havens op Aruba en die heeft de Aruba Ports Authority onder haar beheer. Als havenbedrijf zouden we heel graag na willen streven om ook een green port te zijn. En in de zin dat wij bewust omgaan met onze omgeving. We hebben als beheerders van de haveninfrastructuur van Aruba een rol te spelen ten aanzien van het behoud van wat wij om de haven heen zien. Onder andere zien we hier in de haven van Oranjestad is daar een eiland, een kleine koraaleiland, die met de jaren behoorlijk aangetast is, hetzij door orkanen, natuurverschijnselen of door de scheepvaart zelf. En dat eiland vormt eigenlijk een natuurlijke bescherming voor onze infrastructuur wat we hebben van de havens van Oranjestad, de kades. En we willen heel graag dit weer op niveau brengen. Dus vandaar dat we dit gezien hebben als een combinatie van een groen project tegelijk met een infrastructuurproject, waarbij we gedacht hebben van nou, het is goed als wij daar dit eiland weer gaan herstellen zoals die in vroegere staat was. Dit betekent dat wij een project zijn opgestart met mangroven. We willen het eiland herbebossen met mangrovenbomen, waardoor dit een grote impact zal hebben, een groot invloed op het leven op en om dit koraaleiland heen. We denken dat we hiermee een bijdrage doen op lange termijn aan de biodiversiteit van wat we aan leven hebben direct om de haven heen. En we denken ook dat het op lange termijn een goed effect zal hebben ten aanzien van de bescherming van onze maritieme infrastructuur. Naast dat mangrove herbebossingsproject wat we hebben, zijn we begonnen op het terrein zelf van Aruba Ports Authority te kijken naar alle verlichting. We zijn bezig met een project waarbij we ledlights massaal gaan invoeren op het haventerrein. En daarnaast zijn we ook nog begonnen met een derde project. En dat is een project van onderwater surveillance. We zijn bezig met TNO uit Delft. Waarbij we een technologie gaan gebruiken om onderwatergeluiden te monitoren. Hierdoor kunnen we mensen die ongewenst zijn en proberen misschien onder water de havens te benaderen, kunnen we detecteren. Maar daarnaast kunnen we ook het leven op zo'n koraaleiland om de haven heen gaan monitoren. De bedoeling is dat wij gaan kijken of de technologie in de warme waters van Aruba goed werkt. Als safety, als veiligheidsmaatregel voor onderwater. Tegelijkertijd kunnen wij iets gaan zeggen over de levensvatbaarheid op lange termijn van onze koraaleiland. Doordat wij kunnen kijken naar de verschillende geluiden die dieren onder water emitteren, kunnen we iets zeggen over de gezondheid van zo'n koraaleiland. Het is al gebleken uit studies dat gezonde koraaleilanden, daar zijn heel veel geluiden bij. Je moet denken aan parrotfishes die geluiden maken, aan snapping shrimps die geluiden maken. Hoe meer geluiden er zijn bij een koraaleiland, hoe gezonder het eiland is. En dat willen we ook gaan monitoren in en om de haven van Oranjestad. En als dit mogelijk is om iets daarover te zeggen, willen we natuurlijk de volgende stap gaan nemen. En dat is om te kijken van hoe houden wij zo'n koraaleiland ook gezond onder water, zodat het leven onder water ook gezond blijft en dat het koraaleiland als een koraaleiland in stand kan blijven als een gezond koraaleiland. De Aruba Ports Authority staat open om met alle zaaklieden in gesprek te gaan om te kijken in hoeverre dat mogelijk is dat zij misschien een bedrijf kunnen starten op Aruba. Ik denk dat er veel activiteiten mogelijk zijn via onze vrije zonneverordening. Er zijn heel veel mogelijkheden voor niet alleen maar transshipment via Aruba, maar ook om lokaal activiteiten te doen via fiscale, waarbij fiscale incentives in place zijn, fiscale incentives gegeven worden. Daarnaast is Aruba Ports Authority natuurlijk als werkgever een boeiende werkplek en zou ik de studenten ook willen bemoedigen om
hun studies af te maken en te denken aan Aruba en aan Aruba Port Authority als mogelijke werkgever in de toekomst.